En welkom bij een nieuwe Tijd voor Info. Dit keer deel 2 van waar ik verder inga op het soortengaren dat je kunt krijgen. Wederom heb ik mijn mobiel hier weer onder liggen met wat steekwoorden. Dus als ik weer naar beneden kijk, kijk ik even of ik alles goed op een rijtje heb. Is meestal niet zo geëind. Ik ga vandaag beginnen met polyamide. Polyamide is een synthetische stof. En deze is elastisch en behoudt zijn vorm heel goed. Het kan vaak in de wasmachine en in de droogtrommel. En het wordt ook vaak gebruikt voor sokkenwol. Omdat het sokken gewoon veel sterker en steviger maakt. En het is gewoon ideaal dat het in de wasmachine kan. Zodat je je sokken lekker gewoon in de wasmachine kunt doen. In plaats van allemaal met de hand te doen. Want wie heeft daar nog zin in deze tijden? Not me. Dan polyester. Polyester is ook een synthetische stof. Polyester is goed bestand tegen licht. Het nadeel is alleen dat het geen vocht opneemt, waardoor je vaak erg in polyester gaat zweten. Vaak heb je het ook wel door als je een polyester shirtje aan hebt. Als je zo'n goedkope bijvoorbeeld bestelt van AliExpress, wat ik nog wel eens doe. Dan heb je vaak al dat je na 2 uurtjes echt denkt van, oh jakkes, ik begin echt te zweten. Ik krijg het warm en benauwd. Nou ja, dat komt vaak door die polyester. Maar polyester houdt wel goed zijn vorm. Dan gaan we naar viscose. Ik spreek dat nooit goed uit, viscose. Ik houd even op viscose. Lach me niet uit, alsjeblieft. Dit is een kunstmatige vezel. De eigenschappen komen overeen met die van katoen, maar het voelt veel zachter en soepeler aan. En het enige nadeel van viscose is dat het erg veel en snel kreukelt. Wol. Ja, wol kennen we natuurlijk allemaal wel. Wol dat houdt het lucht goed vast, waardoor het lekker warm is. Wol kan natuurlijk wel vreselijk kriebelen en jeuken. Ik werk er zelf ook gewoon liever niet mee, want ik kan er gewoon niet goed tegen. En als ik aan het haken ben, ben ik al die frutseltjes er aan het uithalen. Ja, al die stuggere haartjes of witte haartjes die eruit steken. Ik ben geen wolfan, laat ik het zo zeggen. Doordat het kriebelt zo, omdat het geschubde en gekroeste haren heeft. En ja, dat wordt er eigenlijk gewoon niet uitgehaald in het bewerkingsproces. Dat is denk ik gewoon niet te doen. En daarom jeukt het zo. Wol is wel brandwerend en water- en vuilafstotend. Dus dat is wel weer een hele fijne eigenschap natuurlijk. En dan de laatste die ik vandaag voor jullie heb, dat is zijde. Zijde komt van de zijderups en ik heb er wat filmpjes over opgezocht, over de zijderups en hoe het gesponnen wordt, dat zijde. En ik zal echt zeker zeggen dat het een aanrader is. Het is heel leuk en interessant om te zien. Tenminste, ik vond het wel heel leuk en interessant. Zijde, dat glanst natuurlijk heel mooi. Ik denk dat iedereen wel zijde kent en het heeft gewoon bijna het uiterlijk van satijn. Zijde is sterk en elastisch en een zijden draad kun je tot wel 20% uittrekken voordat het knapt. Dus het is super sterk. Het werkt ook antistatisch en er zijn zelfs onderzoekers die beweren dat het tegen aardstraling helpt of beschermt. Maar volgens mij, voor zover ik kon vinden in ieder geval, is dat onderzoek nooit bewezen. Maar er zijn dus wel degelijk mensen die dat beweren. Zijde kan veel vocht opnemen zonder dat het vochtig aanvoelt, zonder dat het klam wordt of nat. Dus dat is ook heel fijn als je net bijvoorbeeld veel zweet of voor in de zomer. Bij warm weer voelt het ook heerlijk koel aan en bij kou houdt het je juist heerlijk warm. En zijde is ook niet gevoelig voor schimmels en motten, dus dat is natuurlijk ook wel heel fijn om te weten. Een groot nadeel van zijde is wel dat het bij hoge temperaturen of bij veel zonlicht snel verbleekt. Dus dat is dan wel weer zonde, want vaak is zijde ook wel wat duurder. Ik hoop dat ik je bij deze Tijd voor Info weer wat informatie heb kunnen geven. Ik heb dus deze filmpjes wat korter gemaakt, omdat je best veel informatie in een korte tijd krijgt. En ja, ik denk niet dat het leuk is om 10 minuten aan één stuk over garen te storen. Dus ik hoop dat ik het op deze manier wat leuker voor je heb kunnen maken en wat interessanter.
En dat je er wel degelijk wat aan hebt bij het kiezen van je volgende project. En wil je vaker van dit soort filmpjes zien? Abonneer dan zeker op mijn kanaal en dan blijf je op de hoogte wanneer ik weer een filmpje upload. Voor nu bedank ik je voor het kijken en zie je graag snel weer. Doei!